Weides met grazende koeien. Wolkenluchten boven kleurige velden vol bloemen. Dat is Nederland. Maar waar eens de boterbloemen bloeiden, zien we nu kale graslanden, zonder natuur. Intensieve landbouw levert ons miljarden liters melk. Maar ons grasland is leeg en stil geworden. Er wordt te vroeg gemaaid en te intensief bemest. Daardoor dreigen honderdduizenden weidevogels te verdwijnen. Van de 1 miljoen hectare grasland in Nederland is nog maar 4% bloemrijk. Wat is een echte rijke weide? In een rijke weide vind je een zee aan bloemen, grassen en kruiden. Het krioelt er van de insecten en daar komen weidevogels op af. Het waterpeil is er hoog genoeg. Hierdoor kunnen vogels makkelijker wormen uit de grond halen. De boer maait pas laat in het voorjaar, zodat de nesten niet verstoord worden. In de rijke weide is het veiliger en de vogels vinden er meer voedsel. Om de weidevogels te redden, moet 20% van de weide in Nederland bloemrijk zijn. Dat is in totaal zo'n 200.000 hectare. De koeien in dit gevarieerde oer-Hollandse landschap geven gezonde, natuurlijke melk. Voor een paar cent meer per liter kunnen we de rijke weide redden. Je kan nu al meedoen door zuivel te kopen van boeren met koeien van de rijke weide. Zo dragen we bij aan een karakteristiek Nederlands landschap. Vol bloemen, kruiden, insecten en weidevogels.